Oh, ik word wel meteen dan. Oh, ik word twee. Ho, 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 ho. We zijn. Area 51 is under attack. Area 51 is under attack. Oh nee. Yo, kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Bed Wars. Vandaag, mensen, is het de dag 20 september. De dag dat, zoals ik zie met mijn naam, Area 51 bestormd gaat worden door heel erg veel mensen. Heb je er nou vandaag zin in? Klik lekker de duimpje omhoog aan. Ben je nieuw? Abonneer, welkom. We gaan vandaag het nieuws in de gaten houden, mensen. Om natuurlijk te zien wat er allemaal gaat gebeuren. Vandaag in Bed Wars zal ik natuurlijk een voorproefje doen. Om natuurlijk ervoor te zorgen dat niemand, maar ook echt niemand, Area 51 binnenkomt. Kortom, mijn eiland. Are you serious? Hoewel, dat lieg ik misschien een beetje, want mensen die komen altijd binnen. We gaan in ieder geval vandaag als best wel. Ik zei, heb je er zin in? Klik dat duimpje omhoog aan. En ben je nieuw? Abonneer, welkom. En dan moet dat helemaal goed gaan komen. Maar wat ik zeg, mensen, vandaag is de dag, voor de mensen die het trouwens overigens hebben gemist, die denken van, duf, waar heb je dit godsnaam over? Rewind time. Er is een tijdje geleden een Facebook aangemaakt, is eigenlijk overal wel groot in het nieuws geweest, dat er natuurlijk een raid zou aankomen, dat mensen dus Area 51 willen bestormen, om eigenlijk erachter te komen wat er nou eigenlijk voor een geheimen zijn op de legerbasis daar, zeg maar, omdat de Amerikaanse overheid er eigenlijk nooit wat over zegt. En mensen hebben zoiets van, als wij gewoon met genoeg mensen de boel gaan bestormen, dus niet wat Govert en Ties hebben gedaan, maar echt met genoeg, dan moeten we achter antwoorden gaan komen. En vandaag is de dag, dus ja, we houden het allemaal goed in de gaten. Wij blijven allemaal veilig gewoon thuis, right? Kappa. goed, we hebben hier meteen chaos en crisis, terwijl iemand meteen zegt, Area 51, your staff are nicked. Nee. Oh, ik word wel meteen dan. Oh, ik word twee. Ho, 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 ho. Area 51 is under attack. Area 51 is under attack. Oh, nee. Oké, mensen, de game houdt hier zo meteen op. Oprecht, ja. Blow ja, lekker op, jongen. Ik denk, ik kan het vast, oké? Okay? Ik denk, ik kan het vast. De game houdt hier zo meteen op. Oh, god. Ja, daar gaan we dan. Mensen. We zijn geflawless door Green. Oké, ik heb hem geen één keer gehit. We wisten natuurlijk dat dit eraan zat te komen. Holy shit. Wauw. Sommige mensen zijn goed. What the fuck? Dit was insane. Dit was insane hoe hij hier langs ging. Wauw. Ik wil hem even één keer zien hoe die dit ook nog gaat doen. Hij heeft niet genoeg blokken zo te zien. Holy freaking shit. Mensen, we gaan zo door naar de volgende game, maar ik moet dit even zien. What the freaking... Oké, hij gaat hier nu naartoe. Ja, oké, there we go. Hij staat nu daarboven. Ja, oké, en hij kan nu... Ja, daar gaan ze dan. Oké, het gevecht is daar gewoon hier. En het houdt hier op of niet? Nou. Geel gaat kapot nu, right? Geel gaat kapot nu. Yup, damn. Oké, nou goed, mensen. Wij gaan door naar de volgende game. Onze game is hier klaar. There we go. Goed, mensen, daar zijn we weer in een nieuwe Area 51. Kijken natuurlijk of wij hier wel iets verder kunnen komen dan de game van net. Maar we gaan het zien, mensen. We gaan het zien. Ik ga ondertussen even rustig dan maar de bulletjes. Ik ga ondertussen natuurlijk rustig de spulletjes verzamelen, bedje inbouwen. En opnieuw strijden natuurlijk. Maar ja, het was net natuurlijk vrij kansloos. Al zou ik eentje killen, dan stond de volgende mij letterlijk op te wachten. Dus oprecht, ja, goed. Kan gebeuren. Maakt helemaal niet uit, joh. Maakt helemaal niet uit. Hallo, wit. Hallo. Hoi. Wil je eraf gaan? Doeg. Oh, ik wou weggaan, mensen. Maar toen zag ik in één keer zijn bed open. Ik zag zijn bed open. Ik moet dit doen. 3, 2, 1. Poef. Bye. Wegwezen hier. Hoppatee. Ja, ik kan dat niet laten natuurlijk, hè. Ik kan dat natuurlijk niet laten. Ik kan het bed niet open laten zo van... Haha, je doet helemaal niks. Moet je je bed maar inbouwen. E.T. phone home. en er is ook meteen iemand gefinal. Meerdere mensen gefinal killed. Lekker. De vraag echter is. Komt er iets of iemand naar mij toe? Nog niet op dit moment. Nog niet. Dan doe ik even gewoon een klein beetje hier naar mijn bed iets inbouwen. Gewoon just to be sure. Voor het geval de aliens aankomen. I don't know. Oké. We hebben nog niet genoeg eigenlijk voor een upgrade of iets. Dat is jammer. Want wat gaan we dan doen? Hij komt niet, hè, wit. Nee, hey, de wit komt niet als hij dood is. Dat heb je inderdaad een punt. In dat geval gaan wij loot halen, denk ik, bij wit. In ieder geval een protection setje. Of in ieder geval een gear setje, moet ik zeggen. There we go. Met een zwaard, hoppa. En fire charges. Nice. Oké. We kunnen naar grijs toe. Ligt alleen even aan wat geel gaat. Ja, laat ik zo zeggen. Oké.
Mensen, ik maak hier de call. Ik ga richting grijs. Geel gaat mijn bed slopen. Oké? Okay? That's it. Ik ga richting grijs. Geel sloopt mijn bed. 100%. Geel, die ziet me nu deze kant waarschijnlijk opgaan en die denkt, ha. Is hij onderweg? Nee, hij is nog niet onderweg, maar al zou hij nu onderweg zijn, ben ik alsnog te laat, want hij hoeft maar één eiland naar mij toe. En ik ben letterlijk twee eilanden bij hem vandaan, dus ja. Maar goed, ik zie grijs hier weer zo'n eiland waarvan je denkt van, ja, weet je, wat is dat nou? Oh, die is niet, oh, jawel, is wel afgebouwd, ik wou net zeggen. Nee, ik wou net zeggen. Waar is dat nou? Hij is niet op zijn eiland, toch? Nee, hij zit niet op zijn eiland, nee. Nope. Oké, okay, we kunnen via hier, Toppie. En there we go. Hopen natuurlijk nu dat blauw hem eigenlijk killt, zeg ik heel eerlijk. Zo kan hij gewoon daar op schieten. Zo gaat hij het zin hebben? Nee, oké. Okay. Ja, nou ja, het had zin in de zin van... Dat had mooi geweest, maar sure thing. Oké. Okay. Hij gaat waarschijnlijk nu naar blauw toe. Ja, en hij heeft blauw gefinal killed. Oeh. Nee, wacht. Blauw heeft hem gefinal killed. There we go, blauw. Ik wou zeggen, we krijgen in één keer zo freaking veel gold. Dit is alleen maar goed voor mij. Oké. Okay. Dan is alleen nu de vraag... Kijk, mijn bed is nog steeds open en bloot. Ik kan mijn bed van hier niet eens zien. Is dat verstandig? Nee, Duf. Dat is alles behalve verstandig. Ga ik terug naar mijn bed toe? Misschien moet ik nu heel service teruggaan. Oké, ja. No lena is oké, ja. Gaan om vervolgens het bed van Geel te slopen. Dit dus. Maakt niet uit. Alsnog ga ik nu naar Geel toe. Om het gele bed te slopen. Ik denk dat ik daar best wel wat kans op kan hebben. Blauw die komt... Oké, okay. Dat ga ik nooit redden. Dat, laat ik zo zeggen, mijn fire charge gaat het wel redden. Maar eer die daar is aangekomen, is hij al lang weg. Dus wij gaan gewoon door hier nu naartoe. En we gaan heel even kijken. Waar hangt... Oké, okay, ja, maar kijk, dit is wel gevaarlijk nu. Oké, okay, in dat geval blaas ik het daar vast op. You smart. Doen we ondertussen deze hier ook nog even. En die had die was echt gewoon nergens voor nodig. Oké. Okay. Scheiße. We bouwen de boel weer in. Area 51. Close the doors. De aliens komen. Oh nee. Oh, komt daar. Daar. Ja, oké. Okay. Toppie. We bouwen het gewoon lekker dicht. Zo, niemand is hier welkom. Hoppatee. Hier is niks te zien. Kan je ook... Oh, je kan ook echt geen andere kant hier dan er langs. Nice. Doe dit ook nog even zo. Hoppatee. Helemaal goed. Zo, mensen. De boel is afgebakend. No worries. Alles is onder controle. Dit was totaal niet de bedoeling, maar goed. We kopen nog flink wat van die erbij. Nou, daar sta je dan. Is er echt geen andere manier om hier binnen te komen? Nee. Oh, wauw. Oké dan. Nou, dit is totaal niet handig overigens voor de mensen. Dit adviseer ik ook niemand op te doen, maar ik wil natuurlijk de game winnen. En ik wacht nu even op een fire charge. Dus okay, die hebben we nu. Dan moeten ze natuurlijk nog één keer wachten voor iets meer bouwmaterialen. Eén ladingje meer en dan zijn we ready to go. Op nog twee, nog één. There we go. Ja, oké, okay, toppie. Dan kopen we nu die erbij. En dan twee van deze erbij. Oké, okay, goed. En we gaan nou stiekem hier naar buiten toe. Hallo? Anyone? Nee, oké. Okay. Oké, okay, we kunnen veilig nu naar buiten toe. Ja. Oké, okay, we zijn Gucci. Hallo, welkom. Welkom bij het leven. Zo. Maar waar hangt Geel dan uit? Want kijk, oh, Geel zit op zijn eigen eilandje. Cute. Met zijn bed daar. Haha. Oké, okay, we kunnen rustig terug naar ons eigen eilandje. En ik zie er een fireball heen vliegen vanaf blauw. Volgens mij. Right? Ja, je fell into the void. Really, blauw? Really? Oh my fucking god. Dat was niet echt helemaal handig. Oké, okay, there we go. Nou hem slopen. Kom op. We can do this. Nee. Why are you running? Oké okay dan. We laten hem voor wat het is. Anders zijn we daar ook dood. Fuck. Deze mensen. Waarom heeft iedereen altijd die ontsnapping bij mij? Altijd. Iedereen kan bij mij ontsnappen. Ik kan nooit aan hem ontsnappen. En hij zegt, I'm dead. Not really. Hij heeft de brug weggehaald. Dat meen je niet. Oh. Hij haalt de brug weg. Wat een banaan. Wow, what are you doing here? Oké, oh. Wacht even, maar waar hangt blauw nu weer uit? Blauw zit daar. Scheiße. Oh, Geel, alsjeblieft. Don't do stupid things right now. Oh. Nee. Oh! Are you kidding me, blauw?
Kom op. Na alles wat ik voor je heb gedaan. Na alles wat ik voor je heb gedaan. Door één pijltje. Ja, het is nu... Ik weet van hem slopen. Hij kan... Even kijken, als hij wil, kan hij helemaal rondrennen. Nee, dit heb ik natuurlijk kapot gemaakt, die heb ik kapot gemaakt. En zijn bed is niet eens goed ingebouwd. Maar het is puur de mazzel van het ene schot dat hij mij hier eraf schiet. Wauw. Mensen, hou vandaag dus het nieuws in de gaten. Vandaag de Area 51 Raid. Ik ben erg benieuwd natuurlijk wat er gaat gebeuren. Laat vooral natuurlijk ook in de reacties achter wat jij denkt dat er gaat gebeuren. Voor nu mensen, allemaal enorm bedankt. En tot de volgende keer.